Dit is Koren op zondag. Goedenavond. The Great Old bracht gisteravond hulde aan zijn overleden boegbeeld, Mr. Antwerp Vic Mees. Een kwartier voor de aftrap was het Bosuilstadion even geen voetbaltempel meer, maar één grote rouwkapel. Zowat 9000 supporters met een rood-wit hart namen afscheid van de meest iconische Antwerp-speler in hun clubgeschiedenis. Je kunt dat niet voorstellen wat dat we missen, echt waar. Spijtig, ik ben een beetje gevoelig, maar het zei me wel heel veel. Die dragen hem in ons hart en zal ze hier doen, echt waar. Het is een ongelooflijke gest. En dat is een verlies tot in dit. We vragen altijd zo, van waar komt de passie van een Antwerp supporter? En die door de jaren heen heeft ik meer dan ons gegeven. Een reus van de wind. Op alle gebieden, op alle gebieden. 10 jaar in de eerste ploeg met Fik. Ongelooflijk, een brave mens. Hij heeft nooit niet gezegd, Louis, je doet dit verkeerd. Hij zei altijd, dat is even beter. Als voetballer ook een fijne mens. Dus we hebben hier gelukkige jaren gehad met Fik, was kapitein. Een emotioneel afscheid voor u? Ja, erg, erg, ja. Ik heb gelezen dat hij een tijd kon kiezen tussen een grote club. Hè? Maar hij blijft toch op Antwerp. Wie doet dat nu nog? Dat was echt een man die bleef hier. De Bosuil, dat was van hem. Dat was zijn tweede thuis. Als ik nu hier kom met de 11, dan schieten er nog 5 over. Ik en Jeff van Goel, Wim Koremans, Leon Wouters en Ward Weijers. En de andere 6 die zijn al verloren, die zijn al weg. Dus, hè. Het doet echt pijn. Dus, Dinsdag om 10 uur wordt Vic Mees begraven. De plechtigheid zal plaatsvinden op zijn Bosuil.